Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En in deze video ga ik jullie allemaal zomerboeken aanraders geven. Want ik krijg die vraag heel vaak van wat voor boeken leuk zijn om mee op vakantie te nemen. Wat leuk is om überhaupt in de zomer te lezen. En ik heb ook wat boeken aangeschaft voor deze zomer. Nieuwe zomerse boeken die ik zelf ook heel graag nog wil lezen en heel benieuwd naar ben. Dus die boeken ga ik ook aan jullie laten zien. Dus ik dacht, ik ga gewoon beginnen met de boeken die ik aanraad en dan daarna de boeken laten zien die ik heb gekocht. Dus aan het einde komt er nog een soort van zomerse boekenhaal. Ik heb natuurlijk een lijstje gemaakt met de boeken die ik ga laten zien in deze video. En het zijn voornamelijk romanceboeken. Dus dat is wel goed om te weten. En ik heb ook wat thrillers voor de zekerheid geselecteerd of uitgezocht voor de mensen die het heel leuk vinden om thrillers te lezen in de zomer. Want ik heb vriendinnen die het vooral heel leuk vinden om op vakantie thrillers te lezen. Ik zelf niet. Ik hou echt van thrillers in de winter, herfst. En in de zomer transformeer ik echt tot een romance girly en wil ik eigenlijk alleen maar romantiek en feelgood lezen. Dus ik heb voornamelijk heel veel feelgood boeken erbij gepakt. Maar voor zekerheid laat ik ook nog wat thrillers zien. Ik ga even kijken, want ik heb niet alle boeken hier liggen. Dus ik heb voor zekerheid even in mijn notities een lijstje gemaakt. Ik ga beginnen met twee boeken die ik niet fysiek heb. En dat is Every Summer After of Love in Other Words. Deze boeken lijken best wel erg op elkaar. En je ziet ook overal op TikTok, de ene vindt Every Summer After leuker. De ander vindt Love in Other Words leuker. Het is maar net wat voor verhaal meer bij jou past. Ik zelf vond Every Summer After leuker. Ik weet niet waarom. Er zit aan het einde een trope in dat boek wat sommige mensen echt verschrikkelijk vinden. En ik snap het. Maar ik vond het juist wel leuk dat het even een keertje anders ging dan bij normale romanceboeken. Alhoewel ik wel benieuwd ben naar Love in Other Words om die nog een keertje te gaan lezen. Want ik heb die wel echt in een periode gelezen dat ik even klaar was met romanceboeken. Ik heb het idee dat toen voor mij elk romanceboek gewoon een matig boek ging zijn. Dus ik wil dat boek nog wel een keer lezen, want ik weet dat heel veel mensen enthousiast over zijn. Allebei de boeken hebben een friends to lovers trope. Bij allebei de boeken zitten ook wel wat diepere dingen in. Dat vind ik heel fijn bij romanceboeken, maar het heeft wel een feel-good vibe. Als je ze allebei nog niet hebt gelezen, zou ik gewoon even opzoeken waar ze allebei over gaan. Kijken welke jij denkt dat meer bij jou past qua verhaallijn. Maar de verhalen lijken dus heel erg op elkaar. Alleen bij Every Summer After zit er wel een andere twist aan het einde. En dat vond ik dus wel even verfrissend of zo. Weet je, soms gebeuren er dingen in boeken die niet in real life zouden gebeuren. Of het zou kunnen, of course, dat kan. Alleen niet in mijn leven, maar dat is juist wel leuk juist. Als het een soort van iets is wat ver weg voelt voor mij. En daardoor vond ik Every Summer After leuker. Maar ik ken dus ook heel veel mensen die Love in Other Words juist weer veel leuker vonden. Dus als je ze allebei nog niet hebt gelezen, het is allebei wel echt de moeite waard voor de zomer. Het zijn allebei echt hele leuke, goede zomerboeken. Dus dat zijn echt goede vakantieaanraders. Dan mijn all-time favorite feel-good boek. En dat is Better Than the Movies van Lynn Painter. Dit is echt een boek die mijn hart heeft. Ik vind dit boek sowieso fantastisch. Het is een young adult romance boek. En dat merk je ook heel erg aan de schrijfstijl. Het is heel makkelijk geschreven. Het gaat over een meisje en haar buurjongen. En zij mogen elkaar eigenlijk niet. Hij is gewoon echt zo'n irritante buurjongen. En zij is gewoon echt zo'n positieve, leuke meid. Die echt gelooft in de liefde zoals in de feel-good films die zij altijd keek. Maar Liz, de hoofdkarakter, wordt dus verliefd op een vriend van haar buurjongen. En dan gaat haar buurjongen haar dus helpen om ja, wat te krijgen met die jongen. Dus daar gaat het verhaal over. Het is gewoon echt een super, super leuk verhaal. En ik raad dit boek eigenlijk altijd als eerste aan als iemand zegt ik wil een zomerboek lezen. Omdat het gewoon feel good is. En ik hou van feel good op vakanties. En ik heb nog meer boeken van Lynn Painter gelezen. Dat zijn ook echt zomerboeken aanraders. Bijvoorbeeld Betting on You. Dat is een van de nieuwste boeken van Lynn Painter. Maar ze heeft bijvoorbeeld ook nog The Do-Over die heel leuk is. Mr. Wrong Number. The Love Wagger. Die heb ik zelf nog niet gelezen. Maar die wil ik ook nog een keer lezen. Dus eigenlijk deze auteur heeft meerdere feel-good boeken die eigenlijk altijd wel leuk zijn voor in de zomer. Maar tot nu toe is wel mijn favoriet Better Than the Movies van haar. Maar de andere boeken zijn ook heel leuk. Als je wat meer bent van spicy boeken, dus romantiek met spice, dan zijn er twee series die je zou kunnen lezen. De Twisted serie of de Chestnut Spring serie. Om eerlijk te zijn, toen ik Twisted ging lezen, vond ik het eigenlijk wel leuk. Dat is wel weer al een tijd geleden en ik weet niet, nu ben ik er gewoon wat minder van geworden, merk ik. Mijn smaak is best wel aan het veranderen. En ik merk dat ik spicy boeken leuk vind, maar het moet niet de overhand nemen. Dat heeft het wel met de Twisted serie. Ik vond boek 2 het leukst, Twisted Games. Maar het is wel gewoon heel erg daarop gericht. Maar als je dat dus heel erg leuk vindt, dan is deze serie zeker weten een aanrader. Er zijn heel veel mensen helemaal gek van deze serie. En dat geldt ook voor de Chestnut Spring serie.
daar zit wel nog wat meer inhoud in dan in de Twisted-serie, vind ik. Ik ben nu het tweede boek van deze serie aan het lezen. En ik zit er al helemaal in. Ik vind het al gelijk heel erg leuk. Dus ik ben heel benieuwd naar de rest van de serie. Maar ik ben daar dus in bezig. Ik vond het eerste boek wat minder. Omdat ik hem dus ook wat oppervlakkiger vond. Maar ik merk nu al aan de schrijfstijl bij deel 2. Of aan de teksten, de karakterbuilding. Dat daar iets meer inhoud in zit. Waardoor ik dat leuker vind. Maar je merkt ook wel echt de spice. De gedachten van de karakters zijn altijd wel best wel seksueel. Dus als je dat leuk vindt, romantiek met spice, dan zijn deze twee series echt een aanrader. En het zijn allebei series die echt mega makkelijk weglezen. En heel makkelijk zijn ook in het Engels, voor als je Engels wil lezen. Dus dat is ook wel een goede aanrader. Maar volgens mij is de Twisted serie er, ja, die is er sowieso in het Nederlands. Ik weet niet of deze serie er ook in het Nederlands is. Ik zal het even in beeld laten verschijnen. Ik ga het even opzoeken, dat weet ik niet zeker. En dit zijn natuurlijk allebei series, dus dan kan je ook gelijk lekker vooruit. Als je het leuk vindt, kan je eigenlijk lekker heel de zomer deze series lezen. Dan de Field Party serie. Die heb ik zelf niet fysiek. Die heb ik eigenlijk allemaal op mijn e-reader gelezen of van mijn zusje, want die heeft heel die serie thuis. Ik ken die serie echt van mijn zusje. Het is echt een underdog serie, vind ik. Ik hoor er bijna niemand over. En het is zo'n aanrader. Het is dus romantiek, maar er zit eigenlijk ook altijd wel wat meer drama in. Maar toch, het is gewoon fantastisch. En het is echt zo'n boek die je in één dag zou uit kunnen lezen. Zo makkelijk is het geschreven. De verhaallijn is gewoon altijd on point. Het gaat eigenlijk over een American football team op school. En elk boek gaat over een ander jongen uit dat team. En over een liefdesband met iemand in die boeken. Dus elk verhaal is wel losstaand. Maar het is wel gewoon het leukst om het in de goede volgorde te lezen. Ik heb 4 boeken volgens mij van de serie gelezen. Ik heb echt heel erg veel zin om door te gaan met de serie. Ewa is even zijn haar aan het feunen. Ik weet niet of jullie dat kunnen horen. Sorry daarvoor als je het hoort. Maar het is dus wel echt romantiek met een dramatische onderwerp, altijd. Het is gewoon echt een topserie en het is echt jammer dat heel veel mensen het niet kennen. Dan hebben we nog de boeken van mijn favoriete auteur, Taylor. En zij schrijft niet echt veel good romance boeken eigenlijk. Dus ik zou niet elk boek aanraden om in de zomer te lezen. Of je vindt dat niet erg, dan zou ik sowieso elk boek van haar aanraden. Gewoon altijd, maakt niet uit welk seizoen. Ik vind haar gewoon fantastisch. 1 boek die dan het meeste voor de zomer is One True Loves. En dat is ook wel echt mijn favoriet van haar. Alhoewel ik The 7 Husbands of Evelyn Hugo ook fantastisch vond. Het is allebei gewoon een hele andere vibe. Dus het is ook niet te vergelijken. Maar dit is ook romantiek met ook verdrietige dingen erin. Het gaat namelijk over Emma en Jesse. En Jesse raakt vermist tijdens een helikoptervlucht. En na een paar jaar gaat zij door met haar leven. Gaat ze wat meer het leven achterna van haar ouders. Wat ze eigenlijk nooit wilde, maar of waar ze heel bang voor was. Voor een standaard leven. En ze raakt dan verliefd op iemand anders. Een hele erge good guy. Echt gewoon een hele leuke jongen. En dan opeens, als ze verloofd is met die gast, komt haar oude vriend Jesse weer terug. En daar gaat het verhaal over. Het gaat over ware liefde. Er zitten heel veel mooie quotes in. En ja, ik zou dit boek voor altijd blijven aanraden. Ondanks dat de cover heel lelijk is. Dat is echt jammer. Ik hoop dat er ooit mooie versies gaan uitkomen van alle boeken van Taylor. Want ik vind eigenlijk elk boek niet zo mooi. Ik vind denk ik die van Carrie Soto is back. De hardcover vind ik dan nog het mooist. Maar ik hoop zo erg dat er vernieuwde covers komen. Want dit is echt een domper. Maar goed, elk boek van haar is een aanrader. Maar ik denk qua zomerboeken, romance-achtige boeken, is dit wel de grootste aanrader. Ze heeft ook nog een boek Malibu Rising. Dat verhaal speelt zich ook echt af bij de kust en bij het strand. Alleen dat boek is echt wel een zwaar boek en een verdrietig boek. En dit is dan, ja, dit is ook wel zielig, maar hier komt ook wel echt romantiek en mooie dingen in voor. Ik denk dat ik dan eerder dit boek zou aanraden voor zomerse boeken. Ik raad trouwens ook een beetje boeken aan die ik zelf niet per se 5 sterren heb beoordeeld. Net als de Twisted serie of de Chestnut Spring serie. Maar gewoon waarvan ik denk dat mensen dat leuk vinden in de zomer. Dus dan weten jullie dat. Even kijken hoor, welke heb ik allemaal gehad? Oh ja, When in Rome van Sarah Adams is ook echt een aanrader. Die heb ik niet fysiek. Maar dat is echt een cheesy romance boek. Echt heel erg. Maar dat vind ik heel erg leuk soms in de zomer. Het gaat over een bekende popster. En zij is echt burned out en besluit om weg te gaan naar Kentucky, Rome. Maar daar is ze autopech en dan gaat een jongen haar dus daar helpen. En ja, ze komt daar echt in een soort van dorp terecht wat een beetje aanvoelt als Gilmore Girls vibe qua karakter die erin zitten. Het is gewoon echt een heel erg leuk boek wat echt heel cozy ook aanvoelt. Ik heb van dezelfde auteur ook nog Practice Makes Perfect in mijn TBR karretje liggen. Dus die wil ik binnenkort ook heel graag gaan lezen. Maar ik denk ook altijd als een bepaalde auteur echt een leuk boek heeft geschreven,
Dan durf ik ook altijd wel de andere boeken te lezen van dezelfde auteur. Dus ik denk dat dat ook wel heel erg leuk gaat zijn. Maar die heb ik dus nog niet gelezen. Maar dat is ook nog eventueel een optie. Dan The Bodyguard. En dat boek is echt, echt fantastisch. Ik heb dat boek 5 sterren gegeven. Echt een hele erge aanrader. Het gaat over Jack en hij is echt een Hollywoodster. Maar zijn moeder is heel erg ziek. En daardoor gaat hij terug naar zijn oude huis in Texas, waar zijn moeder is. Alleen hij heeft een stalker. En hij heeft echt beveiliging nodig. Hij heeft sowieso altijd beveiliging nodig, maar nu extra. Dus hij krijgt een bodyguard die er totaal niet uitziet als een bodyguard. Zij ziet eruit als een hele leuke normale meid. Maar eigenlijk is ze gewoon een badass bodyguard. En ze gaan dus doen alsof zij een relatie hebben. Maar zij is er gewoon alleen maar om hem te beschermen. Daar gaat het verhaal over. Het is natuurlijk een liefdesverhaal. Het is echt een mega, mega leuk verhaal. Ik raad eigenlijk iedereen die houdt van romance boeken dit boek heel erg aan. En ik hou er gewoon heel erg van dat het een beetje zo'n Texas vibe ook heeft. Naast de romantiek zit er ook echt een familiewarm familiegevoel bij. En dat vind ik ook heel erg leuk aan het boek. Dus dat is echt, echt een aanrader. Dan een boek die ik echt net heb uitgelezen. En dat is The 7-Year Slip. Dit boek is ook zeker een aanrader. Ik zeg het volgens mij bij elk boek, maar goed. Dit boek is romantiek, maar er zit ook wel echt een diepere betekenis achter dit boek. En dat vind ik heel erg leuk. Het boek gaat over Clementine, de hoofdkarakter in het boek. Een half jaar geleden heeft ze haar tante verloren. En dat was echt haar alles. Haar voorbeeld in het leven. En zij erft dus het appartement van die tante. En haar tante vertelde haar altijd al hele mooie verhalen vroeger over het tijdreizen in een appartement. En dat geloofde ze natuurlijk nooit. Tot als ze dus zelf daar ging wonen en er opeens een jonge man in haar keuken stond. En het 7 jaar terug in de tijd was in het appartement. Ik heb het boek 4,5 ster beoordeeld. Ik vond hem echt heel erg goed. En ja, het is gewoon echt een heel erg leuk verhaal. En naast Feel Good zit er dus ook hele mooie quotes in. En zij is echt zoekende in wat ze wilt in het leven. En ze zit natuurlijk ook nog met het verlies van haar tante. Dus dit is gewoon echt een heel mooi boek. En ook lekker snel geschreven. De laatste romance aanrader is een boek van Emily Henry. Ik wilde toch nog even een boek van Emily Henry laten zien. Omdat er heel veel Emily Henry lovers zijn. En ik ben er eigenlijk niet eentje. Ik heb het echt geprobeerd, want ik heb Booklovers gelezen. Beach Read gelezen. A Happy Place gelezen. Was dat het? Ik denk het. Drie boeken heb ik het de kans gegeven. Ik begon met Happy Place. Dat vond ik echt helemaal niks. En toen heb ik ook nog Booklovers en Beach Read gelezen. Wat allebei wel echt zomeraanraders zijn. Ik denk dat het gewoon echt aan mijn smaak ligt dat ik Emily Henry gewoon wat minder vind. Maar als je wel van Emily Henry houdt, is Booklovers sowieso een aanrader. Dat was wel echt mijn favoriet dan van alle drie de boeken. Ik wilde toch nog even een boek van haar laten zien. En het ziet er natuurlijk wel echt helemaal leuk zomers uit. Haar covers zijn altijd echt superleuk. Echt on point. En ze heeft nu natuurlijk ook nog een nieuw boek, Funny Story. Ik twijfel nog of ik hem alsnog ga proberen. Ergens wil ik het wel proberen. Dus wie weet dat ik dat boek ook nog ga lezen. Dan laat ik nog even snel 4 thriller aanraders zien. Een van die boeken is The Housemaid. Die heb ik uitgeleend aan mijn moeder. Dus die heb ik nu niet hier liggen. Maar dat is echt een boek wat super snel geschreven is. Het gaat over een vrouw die dus een housemaid wordt in een gezin. En dat gezin is een beetje gek vooral. Die vrouw is heel raar en wisselvallig. En dat kind is ook een beetje creepy. En ja, ze komt daar gewoon achter allemaal dingen. Dat is echt heel kort uitgelegd waar het over gaat. Maar goed, het is wel echt een heel, heel leuk verhaal. En ik vind dat wel echt een zomerse thriller. Omdat het echt zo'n boek is wat heel snel gaat allemaal. En dat vind ik zelf altijd heel fijn op vakanties. Dan een heel bekend boek, The Silent Patient. Ik heb hem uiteindelijk 3 sterren beoordeeld. Ik vond het wel echt een goed verhaal. Alleen ik had de plot al aanzien komen, waardoor ik hem uiteindelijk natuurlijk wat minder vond. Dat is natuurlijk altijd jammer met thrillers, maar dat is ook weer echt een persoonlijk dingetje. In mijn omgeving, alle mensen die dit boek hebben gelezen, vonden hem helemaal fantastisch. Dus ik wil het boek toch nog even laten zien, want een grote kans dat jij het dan ook een fantastisch boek gaat vinden. Want echt heel veel mensen vinden dit boek helemaal amazing. Dan de boeken van Lucy Foley. The Paris Apartment is mijn favoriet van deze auteur. Ik vond het boek echt, echt heel erg goed. Ik kon dit boek gewoon niet wegleggen. Het gaat over een meisje die haar broer gaat opzoeken. Alleen als ze daar komt is haar broer verdwenen. En dan gaat ze natuurlijk op onderzoek uit wat er is gebeurd met die broer. Alleen het appartement waar die broer dus woont, waar ze dus op bezoek is gegaan. Daar wonen gewoon heel veel rare mensen en mensen die zij verdenkt. En iedereen doet een beetje raar tegen haar. Vooral als ze de naam van haar broer benoemt. Dus dat is allemaal heel geheimzinnig. En ze gaat op onderzoek uit. En ik was echt er heel snel doorheen. Omdat ik gewoon heel erg graag wilde weten wat er was gebeurd. Ik vond de plot heel erg goed. Ik vond het gewoon echt een heel verfrissend verhaal. Ja, ik vond het echt een hele goede thriller. Het laatste boek is ook een thriller, maar het is echt een psychologische thriller. En dat is In My Dreams I Hold a Knife. Ik heb hier al best wel vaak over gepraat. Het is een boek die Marieke, een vriendin van mij, had uitgekozen voor de boekenclub. En ik had nog nooit van het boek gehoord, maar ik vond het boek
zo goed. De eerste helft van het boek voelt echt als een psychologische fictie aan. En de andere helft opeens echt als een thriller. Dit boek gaat over een groepje vrienden op school. Er is één iemand die wordt vermoord in het boek. Alleen ze komen er nooit echt achter wie het heeft gedaan. Ze vermoeden iemand, maar ze weten het niet zeker. Ze hebben geen bewijs. En dan 10 jaar later is er een reunie. En één persoon van die groep... die heeft blijkbaar 10 jaar lang onderzoek gedaan naar wat er is gebeurd. En die... De camera viel weer uit, maar hij doet het weer. Oké, ik weet even niet waar ik was gebleven. Maar het gaat dus echt over een brute moord die er is gepleegd. En één iemand van die vrienden heeft het gedaan. Die er bij die reunie nu is. En ja, wie heeft het gedaan? Daar gaat het over. Ik heb even niet bij elk boek helemaal uitgelegd waar het over ging. Want dan wordt het echt een hele lange video. Maar dit zijn wel echt mijn all-time favorites voor de zomertijd. En ik heb dus heel veel boeken in mijn TBR-karretje. Die ook echt zo'n zomerse vibe hebben. Waar ik heel veel zin in heb. En heel benieuwd ben of ik nieuwe aanraders voor jullie ga hebben. Maar ik heb dus ook nieuwe boeken aangeschaft. Ik ga de pakketjes even pakken. Die liggen hier. Ik heb in totaal 2 pakketten binnengekregen. En ik ga alle boeken aan jullie laten zien. Ik heb er helemaal zin in, want ik heb ze zelf ook nog niet heel goed bekeken. Oh ja, deze cover zag ik al als eerste liggen toen ik dit pakket opende. En toen dacht ik, dit is niet de cover die ik wilde. Maar op bol.com heb je soms dat je de foto niet ziet staan. Dus dan staat het boek er wel op, maar dan is er geen foto toegevoegd. En dan bestel ik het vaak gewoon. En dan is de cover gewoon goed eigenlijk. Dat was bij dit boek ook. Alleen het heeft dus nu een andere cover. Maar ik vind het wel prima op zich. Ik vind het oké. Het kan ermee door. En het boek heet dus All Roads Lead Here. En ik heb dit boek gekocht op aanraden van Merel. Of in ieder geval, ik heb haar wrap-up video gekeken van juni. Ja, van juni. Maar ik heb het boek dus door haar gekocht. Want zij was er enthousiast over. En het gaat over een meisje die teruggaat naar haar oude stad. Waar ze vroeger is opgegroeid met haar moeder. Alleen haar moeder is dus vermist geraakt tijdens een hike. En bleek ook echt een hele vrije vogel te zijn. En ja, helemaal zo'n natuurmens. En dan gaat zij dus volgens mij diezelfde hike doen. Die moeder ook heeft gedaan. Naast die hike die ze dan gaat doen, zit er natuurlijk ook romantiek in. En volgens mij is dat dan weer met de man waar zij een huis, appartement van huurt. In die oude stad waar ze eigenlijk vandaan komt. Dus daar zit dan ook weer een liefdesverhaal achter. Maar ik vind het altijd wel heel erg leuk om niet te veel van een verhaal te weten. Dus ik ben heel benieuwd waar het heen gaat. Maar dit is wel een boek die ik heel graag zou willen lezen deze zomer. Jammer van de cover. Want de cover van Merel is wel echt 10 keer mooier. Maar ja, zoals jullie zien, het valt wel mee. Het is gewoon basic. Maar het is wel een beetje grauw of zo. Ik weet niet. Het heeft geen zomerse vibe. En dat andere boek wel. Maar goed, maakt niet uit. Dan heb ik een boek gekocht van Abby Jimenez. Ik weet niet of jullie mijn video hebben gezien dat ik ga boekshoppen in Den Haag in mijn eentje. Ik ga dan boekshoppen en dan laat ik uiteindelijk zien wat voor boek ik heb gekocht. Alleen ik was dus heel de tijd op zoek naar dit boek. En dat is Part of Your World van Abby Jimenez. Abby Jimenez is opeens helemaal een hype. Volgens mij is Destiny Sit wel heel erg fan van haar boeken. En sowieso is Destiny Sit wel best wel kritisch in de boeken die ze leest. Vooral romantiek. En dat vind ik heel erg fijn aan haar beoordelingen. Dat als zij echt een romantiek boek heel erg fantastisch vindt, dan moet er iets zijn in het boek wat fantastisch is. Dus ik ben heel benieuwd. Dus ik heb het boek wel echt gekocht door Destiny Sitwell. En ik had dus van een andere meid op TikTok gezien die heel erg fan was van haar boeken. Dat je in principe elk boek als een standalone kan lezen. Maar dat het het beste is om dit boek eerst te lezen dan Yours Truly volgens mij. En dan het nieuwe boek van haar. Ik ga nog even goed opzoeken of dat nou klopt. Hoe dat zit. En ik denk dat ik dan wel die volgorde dus wil gaan aanhouden. Dus dit is volgens mij ook wel echt een zomers boek. Ik ben heel benieuwd. En dan pak ik ook gelijk even het volgende boek erbij. Want dat is ook van Abby Jimenez. Want ik heb dus ook meteen Yours Truly gekocht. Deze boeken kon ik gewoon nergens vinden. Niet in Rotterdam, niet in Den Haag. Wel het nieuwste boek van haar, maar deze 2 boeken niet. Dus ik heb deze gewoon online besteld. Geen idee of ze bij jullie in de boekwinkels wel liggen. Maar Abby Jimenez is nog niet super populair volgens mij in Nederland in de boekwinkels. Ik ga dus even die volgorde opzoeken. En dan laat ik het even in beeld verschijnen voor de mensen die ook deze boeken willen lezen. Want ik heb het echt alleen gezien op zo'n TikTok van een meid die heel erg fan is van deze auteur. Maar dit zijn allebei echte romanceboeken. Ik ben heel benieuwd naar. Ik ben echt van plan om deze zomer te gaan lezen. Dus ik laat jullie in andere video's natuurlijk de beoordelingen hiervan zien. En in mijn wrap-ups wat ik er uiteindelijk van vond. Echt mega veel zin om deze boeken te beginnen. Ik heb geen idee wat ik kan verwachten. Ik hoop heel erg dat het leuk gaat zijn. Dan een boek waar ik nu in aan het lezen ben. Dat had ik al eerder verteld in de video. En dat is Heartless. En het boek die ik hier heb liggen is van mijn zusje. Die heb ik geleend. Ik had het boek nog niet. En ik ben heel blij dat ik hem heb gekocht. Want ik zat heel erg te twijfelen. Omdat ik dus vooral eens wat minder vond. Alleen Merel is dus heel erg fan van deze serie. En heel veel mensen in mijn omgeving zijn fan van die serie. Dus ik wilde toch nog een kans geven. Omdat ik wel vertrouw op Merel en op mijn vriendinnen die dit leuk vinden. En ik hoorde van heel veel mensen dat deel 2 dus echt wel een van de leukste is.
Heartless. Ik ben er net in begonnen en ik had echt een hele korte tijd al best wel veel gelezen. Dus ik ben heel benieuwd naar de rest van dit boek. En ik ben dus blij dat ik hem heb aangeschaft, dat ik toch verder ga met de serie. Maar ik ga eerst maar even dit boek uitlezen, even kijken of ik nu dit boek wel heel erg leuk ga vinden. Ik hoop het heel erg. Maar tot nu toe zit ik er echt meteen in. En vind ik deze serie helemaal leuk. Wat wel heel erg leuk is aan deze serie, is dat het echt een beetje zo'n country vibe heeft. Daar hou ik heel erg van. Ik heb echt zoveel zin om al deze boeken te lezen. En mijn mening met jullie te delen. En hopelijk heel veel nieuwe boeken zomaar aanraders aan jullie te kunnen geven. Ik heb nog één boek. En dat is The Dead Romantics van Ashley Paston. En dit is van dezelfde auteur als The 7-Year Slip, die ik eerder heb laten zien in deze video. En ik heb het boek puur gekocht omdat ik The 7-Year Slip gewoon fantastisch vond. En ik meer van deze auteur wilde lezen. Dus vandaar dat ik The Dead Romantics heb gekocht. En dit boek is echt perfect floppy. I love floppy paperbacks. Dat is echt mijn favorite. Ik vind hardcovers ook echt amazing. Als in, ik vind ze gewoon prachtig in de boekenkast staan. Maar om te lezen vind ik wel echt floppy paperbacks, die je in principe ook gewoon zo kan lezen, echt de best. Maar dit boek heeft volgens mij ook weer een gekke twist. Want dit is volgens mij, ik weet niet of ik het goed zeg, maar volgens mij gaat het over een liefde met een soort van ghost. Dus dat klinkt heel raar. Maar ik weet niet of dat echt zo is. Ik ga heel even snel lezen. Volgens mij is het echt oprecht een liefde met een soort van geest. Als ik de achterkant lees, voel je wel weer echt dat er een diepere betekenis achter gaat zitten. Net als de 7-Year Slip. Dus het klinkt heel leuk. Het is ook niet zo'n dik boek. Ik heb echt zoveel zin om dit boek ook te lezen. Ik heb gewoon in elk boek die ik weer heb aangeschaft, ik heb zoveel boeken gekocht deze afgelopen maanden. Dat is niet normaal. Maar ik heb zoveel zin om al deze boeken te lezen. Ik ben opeens helemaal in mijn romance era, in mijn fase, dat ik gewoon alleen maar romantiek wil lezen. Dus ik ben echt van plan om op vakantie heel veel romantiek te gaan lezen en deze zomer heel veel romantische boeken te gaan lezen. Dus als je daarvan houdt, dat ga ik echt vooral lezen de komende tijd. Ik ben echt helemaal in deze fase. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar al deze boeken. Ik hoop heel erg dat jullie wat aan de aanraders hebben gehad. Dat jullie wat nieuwe zomerboeken aanraders hebben. En zoals ik al zei, ik ga alle boeken die ik heb aangeschaft en ook nog de andere boeken die ik heb aangeschaft die een beetje zomers zijn, die ga ik allemaal lezen in de komende video's. Ik ga dus bijna op vakantie, dus daar ga ik ook een leesvlog maken. Laat trouwens gerust in de comments jouw zomerse aanraders weten. Dan kan iedereen ook gewoon lekker in de comments kijken naar andere aanraders. En dan kan ik ook gelijk even kijken of er nog boeken zijn die ik op mijn e-reader wil zetten voor de vakantieperiode. En ik denk dat ik deze video erin ga houden voor elk nieuw seizoen. Als jullie dat leuk vinden natuurlijk. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En hopelijk zie ik je snel weer in een volgende video. Doei!